Ja, vrienden, kijk, zien jullie die ruimte hier? Kijk, ja, dat was dus helemaal leeg. Dat was gewoon alleen maar een beetje van dat grind. Maar met enorme huisvlijt heeft Jut hier, kijk, een soort boomgaard gemaakt. Ja, allemaal boompjes, weet ik veel. Het is er helemaal gek van, hoor. Ja, ik kan ze gewoon soms, we gaan er minuten en minuten over praten. Moet je opletten, hè? Dan ga ik daar naartoe. Want ze is nou bezig, hè? Kijk. Ze is bezig hier met de slangetje en zo. En dan moet je opletten, hè? Helemaal gek is het van die boompjes. En interesseert mij natuurlijk geen ene bal. Maar goed, daar gaat hij, hè? Moet je opletten. Dan lieverd. Ja. Je bent druk. Ik zie het. Ja, ik ben het liefde die boom aan het verzorgen. Ja, dat zie ik. Kijk, vrienden, wat is dit? Dit is een bananenplant. Kijk, vrienden, zien jullie dat? Dat is een banaan. Maar dat is een banaan. Kijk, hij heeft al heel veel kindjes. Kijk eens. Eén, twee, drie kleintjes. Oh, hij heeft al kleintjes, vrienden. Horen jullie dat? Kijk. Er zijn al baby bananenplantjes. Die zijn er ook al. Ja, maar, kijk, en je ziet, de Jut is er helemaal vol van. Die is helemaal vol van de baby bananenplantjes. Nou, we moeten mee naar die citroenboom, jongens. Kijk, die is ook geplant. Die heb ik pas gesnoeid. Wacht even hoor, hier, kijk. Dit is de afdeling citroen. Nou, vertel. Net gesnoeid en wat gebeurt er? Kijk eens hier. Oh, kijk hier. Kijk. Hij zit vol. Hij is gesnoeid, jongens. En dan moeten jullie even goed meekijken. Hier, let hij even op. Hij zit vol met citroenen. Daar zitten al citroentjes in, tientallen. Jongens. Is dat even bijzonder? Hier, kijk. Waar? Daar. Zie je hem? Jongens, kunnen we hem zien? Hier. Dat is dus een citroentje, jongens. Ja, en daar is dus Jut weer, je ziet het, er helemaal vol van. Ja. Is dat even wat? Kijk, deze. Dit is de mandarijn. Dit is de mandarijnenboom, jongens. Dus hier komen straks allemaal. En die heeft in bloei gestaan. Oh, goed. Dan moet je goed opletten. En dan krijgen we uitleg van Jut. Hè? Nou, vertel. Hij heeft laatst heel erg in bloei gestaan. Ja. Die kleine bloempjes. Maar kijk eens hier. Kijk. Nou moet je goed weer meekijken, jongens. Daar komt hij, hoor. Mandarijntjes. Oh, jee. Zie je ze? Zie je ze, jongens? Ze zijn heel klein, hè? Heel klein. Ze zijn piep klein. En dat zijn dan... Mandarijnen. Worden mandarijnen, jongens. Nou, die staan bij ons dan in de tuin. Nou, is dat even bijzonder? En je ziet hoe enthousiast Jut hierover is, hè? Kijk, schat. Nou, vrienden, let op, hè? Want hier hebben we dus, we hebben al die bomen gehad, hè? Achter ons. Let even op, hè? Daar komt hij, hè? Dus we hebben daar gehad, dat is dus een citroenboom. En hier hebben we gehad een mandarijn. Hier staat onze banaan met zijn baby's. En dit is dan... Dit is de sinaasappelboom. Maar luister. Horen jullie dat? De sinaasappelboom. Deze sinaasappelboom die stond helemaal alleen achter in het huis. Oh, wat zielig. Die stond helemaal alleen achter het huis. Ja. En die heeft ze dus verplaatst. Die heb ik verplaatst. Maar dat heeft hij een knoutje van gehad. Dus... Och jee, jij hebt een tikkie opgelopen. Maar ik zorg heel goed voor hem. Kijk, ja, natuurlijk. Met liefde. De oude blaadjes zijn eraf. Ja. Ik zie weer allemaal jong blad. En ze ziet allemaal jong blad. Nou. Ja, dus hij gaat het wel weer doen. Maar ik praat tegen hem. Ze praat tegen hem. Ik zit af en toe zo even aan het stokketje. Ik verwijder elk slecht dingetje. En ik ben heel lief. Echt heel lief voor hem. Ze is heel lief voor de sinaasappelboom. Kijk, vrienden. Kijk. Maar ze gaat heel even. Nee. Nou zit ik toch ineens in huis hier met prinses Irene. Met een of andere bomenfluisteraar. Heb ik dat aan mijn fiets hangen? Jongen, de schat. Ja. Ja, kijk schat. Kijk dan wat de liefde doet. Liefde geeft een nieuw bloemetje. En een nieuw bloemetje betekent... Een nieuw bloemetje. Een sinaasappeltje. Dus hij gaat jongens, het weer doen. Uiteindelijk gaat deze het ook weer doen. Met alle liefde van Jut. Nou jongens, jullie zijn helemaal op de hoogte van onze boomgaard. Haha!